Take 1134. Hey, welkom terug iedereen. Dank u wel voor massaal naar mijn brisket filmpje te kijken. En er werd massaal gevraagd voor een nieuwe categorie klaar te maken. Vandaag gaan we ribs klaarmaken, pork ribs. En ja, ik ga proberen van mijn video ook beter te maken. Voor mijn eerste keer vond ik het zelf niet slecht. Maar er was ruimte voor verbetering. Zo filmen we vandaag met 1, 2, 3 camera's. Het geluid hoop ik dat ook een beetje beter gemaakt is. Om het random geluid weg te halen. En inderdaad, een stevig tafelken. Dus wat is de bedoeling? Hier krijg je een algemeen shot. Hier krijg je zo een klein beetje aan de zijkant dat je mijn getraind lijf aan de zijkant ook kunt zien. En deze camera is de bedoeling om ja, wat dichter bij de plank te kunnen kijken. Deze producten gaan we vandaag gebruiken. Waarvoor dank aan premiumbarbecue.be voor jullie support. Op zich zijn ribs vrij makkelijk klaar te maken. Ik heb verschillende methodes. De methode die je vandaag gaat zien is gebaseerd op de 3-2-1 techniek. Wat is een 3-2-1 techniek? Dat is 3 uur roken, 2 uur inpakken in aluminiumfolie en een uur laten drogen. Om te starten hebben we mooie ribs nodig. Dit zijn de St. Louis Cut ribs. Kan je daar kennen. Die zijn mooi recht gesneden. Met de gewone buikribben hangt er nog een stuk buik onder. En vooral de gekende dat met de meeste beenhouwers staan zijn, die hangen dan aan de bovenkant. Dat zijn de baby back ribs. Je hebt dus de vleeskant en je hebt de kant van de ribben, gelijk dat we noemen. Het is heel belangrijk dat je die verschillen ook ziet en opmerkt, omdat dat ook later gaat van pas komen in het kookproces. De bovenste laag vet, die mag eraf gehaald worden. En we gaan die ook zo gelijk mogelijk trimmen, dat we geen putjes krijgen. Dan draaien we de ribs om. Zo, de kleine stukjes hier snijden we ook nog weg. En dan pakken we een lepel. De achterkant van de lepel, dat redelijk dun is. Op een workshop ooit iemand gehad. En die zei, ja, als ik dat velletje eraf trek, dan scheurt het altijd in het midden. Daarmee mijn advies. Begin in het midden. Trek dat omhoog. En dan kun je er gemakkelijk met je vingers onder gaan. Ga je links en rechts.
dan nog wat restjes eraf. En that's it. Voilà. Dat was rib nummer 1. Rib nummer 2. Ziet er mooi uit. Deze ribben worden zo geleverd door Karmans. Dankzij een leuke samenwerking dat we rond tafel hebben kunnen zitten. En als wedstrijdjongens kunnen zeggen hebben van, kijk, dat zijn de ribben dat wij willen. Helaas wil niet iedereen dat doen. Zo. Deze was iets minder kuiswerk aan. Dus hier ziet je allemaal die stukjes vet en zo. Dat haalt je er best wel af. Terug hetzelfde. Even de lepel eronder. En klaar. Goed, het trimmen is gedaan, dus we kunnen beginnen met het rubben van onze ribs. We beginnen eerst met de zoutste rub. Waarom? Zout gaat vocht uit die ribben trekken en gaat reageren met die rub dat die nat wordt. Daarna gaan we een iets zoetere rub gaan gebruiken. Dat kan dan weer reageren met het vocht dat uit het vlees gekomen is. Ik zelf gebruik geen binders, gelijk dan ze zeggen. Gelijk mosterd of olie of noem maar op. Waarom? Naar mijn mening smeert je iets harder de poriën dicht, waardoor dat de rook minder in je ribs kunnen binnenraken. Voor de eerste laag gebruik ik de buttrub en de beentjes naar boven. Zoals je kunt zien, leggen we een stevige laag. Waarom? We marineren de ribben niet. Het is de bedoeling dat we nu op een zo kort mogelijke manier smaak gaan geven aan de rib. Het rubben. Doe ik dit de dag op voorhand? Liever niet. Ik doe dit maximum 40 minuten ongeveer voordat ik mijn ribben ga opleggen. Waarom? Ik was daarnet over zout aan het spreken. Als je het zout begint te reageren met vlees, je krijgt eigenlijk een soort van pekel. Je vlees begint te pekelen, wat op zich niet slecht is voor je vocht, maar met ribs krijg je heel snel een bacon effect. Wat is dat bacon effect? Dat je vlees eigenlijk wel sappig is, maar dat hard begint te worden. Als je ooit zo het effect gehad hebt van die ribben die zijn wel heel gaar, maar ze voelen
allee, qua bite, ze hebben precies te weinig, dan heb je dus dat bacon effect gehad. Je reageert er al iets sneller op dan het andere. Maar ik wil het risico niet lopen, dus daarmee een 40-tal minuten op voorhand voordat ik ze op de barbecue leg. De eerste laag is aangebracht, dan ga ik dat lichtjes aanduwen. Zodat die kruiden iets sneller in mijn vlees gaan. Niet wrijven, duwen. Wat is de reden waarom dat ik duw en niet wrijf? Dat ga ik direct demonstreren. Hier aan de zijkant zie je, als je die erin duwt, dan blijft je laag mooi egaal. Als ik ga gaan wrijven, zie je, dan krijg ik eigenlijk klonters. Iets wat ik niet wil. Ik wil dat die smaak mooi verdeeld is over heel mijn rib. De eerste laag zit erin. Gaan we de tweede laag toevoegen. Een iets zoetere rub. Die voor een mooie kleur gaat zorgen. Ook wederom hetzelfde. Induwen. En die laten we zo een tiental minuutjes rusten. Terwijl het vlees aan het reageren is met de kruiden aan het reageren met het vocht van het vlees, gaan we de barbecue aansteken. Werkt je niet met een pellet barbecue of met een ander toestel dat iets meer tijd vraagt om op te starten, zijt je natuurlijk best dat je eerst je barbecue opstart voordat je aan de rib begint. Goed. De rib heeft kunnen reageren op het vlees. Ik heb het nog een klein beetje meegeholpen, omdat het op sommige lagen precies toch iets lastiger ging. Maar zoals je hier ziet, is de rub nu mooi in het vlees ingetrokken. Wat gaan we nu doen? We gaan het vlees draaien en we gaan terug hetzelfde doen als we gedaan hebben aan de onderkant. Eerst de zout erop. En dan terug de zoete rub. Het
Dan gaan we terug een tiental minuutjes wachten. Voor tijdens het wachten kan ik u dit boekje aanraden. Beer en barbecue. Heeft eigenlijk meer uitleg nodig. Kost maar €15. En ik moet zeggen, het staat boordevol leuke receptjes en pairing met lekkere biertjes. Aanrader. Dus terwijl we aan het wachten zijn voor de reactie van de rub op het vlees, gaan we ons nog een beetje verdiepen in barbecue. Dus de kruiden heeft weer kunnen intrekken. Ik ga het nog een klein beetje meehelpen. Zie die zo. Zo zie je, zonder mosterd, zonder olie, gelijk wat. Mooie ribs, perfect gekruid. Ondertussen staat de barbecue op temperatuur en gaan we de ribs opleggen. Wat ik dus doe als ik die op de barbecue leg, ik leg die, duw die tezamen en dan duw ik terug totdat dat eigenlijk gelijk zit. Zo, de ribs liggen op en we kunnen nu verder voor een tijdje. De boel een beetje opkuisen en de volgende stap is inpakken. Yes, we zijn terug. De ribs liggen nu ongeveer 2,5 uur op. Ze zijn mooi, de kleur is mooi, de rib blijft mooi plakken. Tijd om in te pakken. We gebruiken stevige folie, maar toch, hoe stevig die folie ook is, ik gebruik altijd 2 lagen folie. Gewoon kwestie van zeker te zijn. De beentjes steken heel snel door de folie en als je er een 2e laag doorsteekt, ronddoet, dan gaan de beentjes er veel moeilijker door. We beginnen met suiker. Rijkelijk. Neem een plak boter, breken die in stukjes. Dat is voorlopig wat we willen. We nemen onze rib. We leggen de vleeskant naar beneden. Neem suiker. Strooi je er terug suiker over. Neem een plakje boter. Strooien we erover. De siroop. En we vouwen de ribs dicht. Niet te strak. Als je te strak gaat aantrekken, dan gaan je beentjes er ook veel sneller door zitten. We nemen de cowboy punch, de cowboy cocktail met mango. Die gieten we erbij. We vouwen hem volledig dicht. Dan laag 2 er rond. Voor de tweede rib, juist hetzelfde.
Neem een suiker. Boter. We nemen onze rep. Vleeskant naar beneden. Bovenop. En nu zie je hier van dat gestold bloed. Als dat iets te hard is, neem ik dat er al af. En we herhalen onze stap. Er terug suiker over. En terug wat boter bovenop de ribs. De siroop. En voor ons tweede rib steek er een probe bij. In het midden. In het vlees. Uitkijken dat je niet tegen het beentje zit. Zo. En die gaan we er dan mee invouwen. Ook hier gieten we een beetje van de limonade bij. En om zeker te zijn, gaan we eventjes dubbel rappen. Grote tip, voordat je je ingepakte ribs terug op de rooster legt, zij de best dat je even je rooster kuist. Waarom? Je hebt nu allemaal bakresten aan je rooster hangen. Als je daar je folie op gaat gaan leggen, gaat dat aan je folie blijven hangen. En het moment dat jij dan je ribs eraf gaat gaan halen, dan scheurt je folie. Voilà. En dan gaan we terug onze ribs inleggen. De ribs die garen we tot een 92 graden. En vanaf 92 graden gaan we eigenlijk testen graad per graad hoe dat de gaarheid van het vlees is. Op het moment dat je er vlot door kunt gaan, zijn de ribben klaar. Dan gaan we ze draaien en dan gaan we ze nog eens goed lakken met saus en een beetje rook laten vangen. Goed, de ribs zijn ingepakt. Die beginnen stilaan aan een temperatuur te komen. Ideaal moment om ons sausje te maken. Wat gebruiken we daarvoor? We gebruiken daar twee sauzen van Blue's Hawk voor. De Smoky Mountain gebruiken we 50%. En de Tennessee Red Sauce is dan voor de andere 50%. De Smoky Mountain zoeter, licht gerookt. Tennessee Red iets pittiger. En iets zuurder. De combinatie met de twee tezamen geeft echt wel een goed effect. Goed mengen. That's it.
Ondertussen gaan we de ribben controleren of dan die klaar zijn voor te sausen. Dus je kan zien, de beentjes beginnen al goed te trekken. Ook hier zijn de beentjes al goed naar achteren aan het trekken. En als we met de probe er eventjes in gaan prikken, zie je ook dat er vlotjes in gaat zonder al te veel weerstand. Zelfs met deze rips vlotjes door. We hebben de rips gecheckt, die zien er goed uit. Klaar voor de volgende stap. We halen ons rips eruit. We wrijven hier nog die bloedrestjes eraf. Daar zijn we geen fan van. Tweede rib. Iedereen stelt de vraag van, wow, die beentjes bij u, die springen er zo mooi uit. Er is een heel simpel trucje voor. Nu is eigenlijk de moment dat je beentjes een klein beetje kunt meegeven. En een klein duwtje kunt geven, waardoor dan die mooi gelijk eruit springen. Op dit moment voel ik ook dat de ribben echt nog niet klaar zijn. Zie je? Ze beginnen goed te komen, ze hebben nog wat tijd nodig. Zo, zie je dat? Daar word ik al gelukkig van. Goed, we gaan ze sausen. Een mooi blinkend laagje saus overdoen. Sissies blinken. Moest je een andere saus gebruiken dan dit? Probeer je saus wat vloeibaar te maken met wat water of zo. Je ziet, deze saus is iets vloeibaarder en die verdeelt ook heel mooi. Zie die aan. Mooi. Omdraaien. Hier ook saus op doen. Hupsakee. Zoals je kan zien, ligt de folie nog steeds op de barbecue. Dat komt omdat de volgende stap ook nog altijd bij mij een fase is dat hij in de folie gaat. Ik laat hem nog open liggen, maar ik leg mijn ribs in de jus van mijn wrap. De ribs hebben we nog een eind verder kunnen garen. We gaan ze er terug eens een keer uitpakken en kijken hoe ver dat we zijn.
Zie je daar duidelijk verschil. Dus als je opheft en de twee uiteindes blijven op je plank liggen, dan is dat goed. Dan zijn ze klaar. Deze zou nog een klein beetje mogen hebben. Deze voelt klaar aan. Hoewel ik toch een indruk heb dat ze klaar zijn. Kijk hem aan te snijden en kijken wat er van gekomen is. Dit is aan. Zo'n mooie rep. En natuurlijk, wat we moeten doen is testen, zien of dat hij goed gegaard is. De bite, gelijk dan ze zeggen. Pot aan. Pure perfectie. Lekker, man. Ho. Blijf mooi aan het beentje hangen. Maar het vlees komt er perfect van los. Ideaal. Eigenlijk hoe elk goede rib, je bakjes moet vol met saus hangen. Geen winnaar voor als je een baard hebt, maar I don't care. Hoe? Met mijn bakjes vol met saus. Beetje een afscheid nemen. Dit was de workshop St. Louis Ribs. Je ziet, het is haalbaar, het is simpel. Ik zou zeggen, laat weten wat je er zelf van vindt. En tot een volgende keer. Volgende keer gaan we Boston Butt maken. En gaan we terug een paar geheimpjes vanuit onze keuken laten zien. Dit was Dave Traeger Project met een bakjes vol met saus. En tot volgende keer. Bye!